gooien hieravond, dames en heren. Wat leuk dat wij hier weer vandaag voor jullie mogen spelen. En ik hoop dat jullie ook een hele fijne avond hebben. Nou, zo te zien komen wij dadelijk ook even aanschuiven, want ik zie dat jullie lekker gebakjes hebben. Dus dan, oké. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of green. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and I see the faces when the people's going by. I see friends shaking hands and say, how do you do? What a the colors of the rainbow, so pretty in the sky. And I don't see the faces when the people's going by. I see them shaking hands, and I say, how do you do? What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Thank you.
Hey!
Dames en heren, ik ga binnen nu jullie ook even vragen. Want wij hebben geen stem meer. Dus ga je aan je testen dat u ooit mee kan doen met ons. Lijkt me hartstikke leuk. Beginnen we met deze groep? Adio! Ja, dat snap ik. Nou, dan gaan we eens even aan deze kant kijken. Gaan we eerst eens bij jullie proberen, oké? Adio, adio, adio! Zo, hey. Ja, zo hoort het, hè? We gaan beginnen bij jullie. Ik denk dat jullie het ook doen. Adio, adio, adio! Nou, beter dan te net, maar we willen nog 3 komen nu. Maar ga gewoon beginnen, jongen.
Well,
daar iets zachter aan. Oh,
beetje lekker, dames en heren. Ja? Geloof ik helemaal niks van. Oh. Ik dacht dat jullie lekker een toetje waren. Yeah.
Dames en heren, vindt u het een beetje leuk? Ja. Ja, dan ga ik jullie ook nog wat leuks vertellen. Waar ook een benefiet in mij. Nee, dat zeg ik nou weer. April, sorry. Ja, ik zit een beetje in de boom, hè. Dat is dan mijn beperking. Hoe weet je die ook gelijk? Nee, maar in april houden we een beetje... Maart, april houden we een benefiet. En u bent als goed is ook heeft u een kaart gehad voor de vrijwilligersavond. Zoals jullie zeggen, allemaal vrijwilligers. Dus dan zien we u dan hopelijk ook weer terug dan. Ja, niet dat we nu stoppen hoor, we gaan nog verder. Maar ik wil zeggen, als u ook een cd van ons wil kopen, dan steunt u ons mee. Ik doe vandaag een speciale prijs. Normaal gesproken kosten ze €10 per stuk. En ik maak er nu 2 voor 15 van. Dat mag eigenlijk niemand doen toch? Dat is ook mijn beperking. Je kunt het daarop gooien. Maar dan vinden ze het goed hoor. Maar waarom even pauze en komen we dan ook weer buiten. Vindt u dat goed?